Dit noemen we een soort van veiligheidsplein. Als je om je heen kijkt, zie je niet alleen politieauto's, zie je brandweerauto's, ambulance en de BOA's. Bij elke hulpdienst is er van alles te zien. Bij de brandweer hebben we hier verschillende dingen meegenomen die we bij Post Els horen. Dat zijn onze tankautospuit, onze brandweerauto die hier staat. We hebben rietkapploeg brandbestrijding in Elst. Dat is deze ademwagen die hebben we meegenomen. En we hebben een voorlichtingsauto meegenomen voor jongere kinderen. Nou, we proberen wat meer informatie te geven wat wij allemaal op de ambulance doen. En zeker tijdens reanimatie kan het best wel beangstigend zijn voor mensen. Hè. Als een dierbare wordt gereanimeerd, en dan kunnen we wat vertellen van wat wij allemaal doen. Zodat ze wat meer van weten. En daarnaast hebben we nog een tas die we gebruiken. En binnen hebben we de brancard waar de kinderen op kunnen liggen en eventjes vragen kunnen stellen. Deze dag was niet alleen bedoeld voor jonge kinderen. Jazeker, voor jonge kinderen, voor alle mensen algemeen, is gewoon kennis laten maken met ons materieel. We vertellen over wat we doen. Mensen die kijken naar de brandweer vaak, ja, de brandweer is voor de brand. Ja, wij doen ook mensen uit liften halen, noem maar op. Wateroverlast enzovoort. Dus daar vertellen we mensen wat over. Er zit een stukje preventieverhaal zit erbij. Ook een stukje voorlichting over onze taken. Ook de mensen van Stichting Kloppend Hart waren aanwezig en vertelden wat over reanimatie. Als er een hartprobleem komt en er wordt 112 gebeld, de meldkamer, dan wordt via Hart dan nu vrijwilligers opgeroepen om de AED op te halen. Naar het slachtoffer toe te gaan. Andere vrijwilligers die worden direct naar het slachtoffer toegestuurd om te starten met reanimatie. In de tussentijd rijden er twee ambulances naar het slachtoffer toe. Politie en brandweer is ook gewaarschuwd. En hier zie je een demonstratie waarbij een hartmassageapparaat wordt gebruikt die wij tijdens de reanimatie gebruiken. En dan geven we uitleg aan iedereen die dat interessant vinden. Deze dag was niet alleen om naar hulpdiensten te kijken, maar ook voor een stukje veiligheid. Dat als er iets is, dat ze weten wat ze kunnen en moeten doen. Nou, dat mensen wel meer respect krijgen, ook voor de hulpverleners. Hè? Want soms gebeurt er wel eens in acute situaties dat ze niet zo aardig zijn naar de hulpverleners. En dat we dat ook kunnen vertellen en waarom we de dingen doen. En waarom het ook is belangrijk dat we soms de ruimte krijgen bij een ongeval. Hè? Want mensen staan tegenwoordig ook met de telefoon alles te filmen. En dat we dan soms ook wel eens vragen om wat respect, dat ze wat op afstand blijven, zodat wij onze werk kunnen doen.